Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. In de loop van de ochtend en middag zijn er wat stapelwolken ontstaan op verschillende plaatsen in het land. En verder drijven er in het noorden nog steeds wolkenvelden vanaf zee binnen. In het midden en zuiden van het land schijnt de zon het meest. Het blijft ook overal droog. Vanavond overal flinke opklaringen, alleen in het noorden nog steeds die wolken die vanaf zee binnen drijven. In de loop van de avond is de temperatuur gedaald naar een graad of 16. Komende nacht zakt het uiteindelijk naar zo'n 14 graden aan de kust en tot, tot 9 graden verder landinwaarts. Er kan ook een enkele mistbank ontstaan. In het noorden nog steeds kans op wel wolkenvelden, al worden ze later in de nacht al wel wat dunner. Morgenochtend denk ik dat de bewolking in het noorden dan uiteindelijk wel grotendeels zal gaan verdwijnen. Dan later op de dag ontstaan er misschien een paar stapelwolken, maar het blijft verder overal droog en de zon schijnt flink. Het wordt 21 of 22 graden in het noorden, en 23 tot plaatselijk 25 graden in het midden, zuiden en oosten van het land. Dan de dagen daarna. De donderdag ziet er ook nog heel aardig uit. In de loop van de dag wel wat stapelwolken en in het zuidoosten mogelijk ook wat meer middelbare bewolking, maar blijft wel gewoon droog bij een middagtemperatuur tussen 21 en lokaal 25 graden. Op vrijdag en zaterdag dan wordt het weer wisselvalliger. De temperatuur doet een klein stapje terug naar een graad of 22. En zoals gezegd dus meer wisselvallig weer. Dat betekent meer wolken en ook kans op buien en zeker op zaterdag kan er bij die buien ook een klap onweer zitten. Verder draait de wind van noordoost naar zuidwest en trekt behoorlijk aan, zeker op de zaterdag naar matig of vrij krachtig, windkracht 3 tot 5. En kijken we dan nog wat verder vooruit, dan zien we dat de temperatuur over het algemeen tussen de 20 en de 25 graden ligt. Maar misschien dat in de loop van de volgende week het nog een klein beetje warmer wordt. Richting de 25 of 27 graden. Maar dat is nog behoorlijk onzeker. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.nl.